Goedemorgen allemaal, mijn naam is Sven Braker, aanvaller van Almere City. En ik ga jullie vandaag een dagje meenemen. Nou, op dit moment ben ik geblesseerd, dus ik revalideer bij de KNVB in Zeist. Maar voordat we daar naartoe gaan, ga ik even goed ontbijten. Het ontbijt zit erin. Ik ga nu vertrekken. Eerst moet ik nog even Noray Mamedov ophalen, die kennen jullie misschien nog wel. Hij is ook geblesseerd, heeft een blessure aan zijn Achillespees en revalideert samen met mij in Zeist. Nou, ik ben net ingestapt bij Noray. We rijden eigenlijk altijd samen als we revalideren bij de KNVB in Zeist. Dus ja, Noray, wil je even vertellen wat je precies hebt? Ja, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, ben ik vorig jaar maart geblesseerd vanuit mijn Achillespees. Ik ben gedeeltelijk een scheurtje opgelopen in mijn pees. De revalidatie zou 3 maanden duren, maar het is inmiddels al 10 maanden aan de gang. Het ging in eerste instantie niet goed, omdat we hadden niet, gekozen om niet te opereren eerst. Maar ik bleek 6-7 maanden later nog steeds last te houden. Toen is er een MRI gemaakt en bleek er nog meer dingen fout zijn in mijn pees. Die moesten echt gewoon weggesneden worden. En dat is 3 oktober gebeurd, 2 maanden geleden. En daar revalideer ik nu van. En dat gaat veel beter. Als dat in eerste instantie was gedaan, dan was het veel beter geweest. Maar dat is altijd achteraf. Dus nu ben ik druk bezig om te revalideren na de operatie. En waarschijnlijk en hopelijk ben ik januari of februari weer terug op het veld. Shoot hem mij maar lekker. Kom gewoon te laat op de training. Nou, we zijn aangekomen. Hier ligt de campus van KNVB. Wij moeten altijd doorrijden naar achteren. Het is pas verbouwd, ze hebben een heel stuk aangebouwd. Nou, we zijn aangekomen bij het SMC. Ja, het is pas verbouwd, ze hebben een heel nieuw veld erbij gekregen. Waar we uiteindelijk de stap richting het veld maken. Dit is het nieuwe gebouw. Het is helemaal aangebouwd met een zaalvoetbal erin. Veel meer ruimte voor eventuele oefeningen op de mat. Maar dat gaan jullie daar nog allemaal zien. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Hij is alweer weg, hoor. Hey, Braken. Hey, Flipperides. Goedemorgen. Alles goed, jongen? Later, hè. Ik zie je beneden. Hey. Hey, Flipperides. Hey, Braken. Zijn we weer, hoor. Alles goed, jongen? Ja, met jou ook. Ja, man. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag weer hard werken. We gaan vandaag weer trainen. Ja? Twee keer? Zeker, zeker. En middags krachttraining. Ja, wikkelen. Ja. Nieten. Oké, dat is mijn fysio. Dat is Niels Velman. Die gaat ervoor zorgen dat wij weer kunnen knallen. Toch, Niels? Jazeker. Oké. Okay. Ja, Brinkman, laat het eens zien, jongen. Oh, ja, zo ken ik je weer, hoor. Deze knip eruit, hoor. Laat het eens zien, Tim. Juist. Scoren. Juichen. Juichen. Ja, ik ben omgekleed. Jeff Hardeveld is er ook. We noemen hem ook wel de Bill. Hé, hey, jongen. Hoe is het dan? Goed, man. Met jou? Ja, rustig, rustig. Ben je er op de terugweg? Zeker, is gelukkig hoor. Ja? Goed om te zien. Ja, voordat ik dadelijk met het programma ga starten. Word ik altijd nog even losgemaakt, wordt de knie bekeken. En dan mag ik dadelijk eindelijk een beetje gaan fietsen. Ja, en daarna wat krachttraining gaan doen. Dit is het krachtgedeelte. Hier doen we zeg maar alle beenoefeningen om sterker te worden. En op dit moment zit ik even op de fiets. Even warm worden. Dit is zeg maar een apparaat dat geeft zeg maar stroming door je spieren, waardoor je spieren aanspannen. Heeft iemand jou wat gevraagd of zo? Dus door die stroming zeg maar spant je spieren aan en door deze beweging te maken ga je dus door die spanning heen. Ah ja, interessant. Thank you.
zoals jullie zien, ochtendtraining zit erop. We gaan nu even lekker lunchen. Verzorgd door onze fysio. Die heeft gisteren het spelletje verloren. Dus geniet hoor. Hij heeft flink uitgepakt. Proost raken. Het is juist echt. Hoe voelt het? Hey, hoe voelt het? Je hebt verloren. Dan die kamer en zo, dag zit er weer op. Lekker getraind. Nu snel naar huis. Maar het zal wel druk zijn op de weg. Nog even boodschappen doen en dan vanavond een lekkere sportmaaltijd maken. Dat laat ik jullie wel zien. Nou, de dag zit erop. Ik ben nu thuis. Ik ga lekker genieten van mijn zelfgemaakte pesto pasta met kip. En ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden.